Waarom mogen ouders niet weten welke ziektes hun kind allemaal kan krijgen? Dit is de Universiteit van Nederland. Wie heeft hier recent een kind gekregen? 1, 2, 3 mensen in de zaal. Nou, waarschijnlijk kun je dan nog wel herinneren dat er na een paar dagen na geboorte bij je baby een hielprik is afgenomen. En bij de hielprik wordt er een klein druppeltje bloed wordt er afgenomen en vervolgens wordt er gekeken of de baby bepaalde kans heeft om bepaalde ziekte te krijgen. Toen het hielprikprogramma, de neonatale screening, werd ingevoerd, werd er begonnen met het kijken naar 3 ziekten. Maar inmiddels is het uitgebreid naar 17 ziekten. En dat zijn heel verschillende ziekten. Bijvoorbeeld er zit ziekte van de schildklier, ziekte van de bijnier, een vorm van bloedarmoede, tijslijmziekte en ook verschillende stofwisselingsziekten zitten inmiddels in de hielprik. En kenmerkend voor de ziekte in de hielprik is dat ze niet te genezen zijn. Ze zijn allemaal heel ernstig. Maar als je er heel vroeg bij bent, in dit geval dus een paar dagen na de geboorte al, dan zijn ze te voorkomen door middel van of medicatie of door middel van een dieet. In sommige landen is het meedoen aan de hielprik is niet een vrijwillige keuze van de ouders, maar dat is verplicht. Bijvoorbeeld in delen van de Verenigde Staten en in Canada. Wie vindt hier dat de hielprik verplicht zou moeten zijn? Even de handen omhoog. Ik zie een minderheid, maar ik denk wel zo'n 40%. En wie zegt dus hier, nee, die hielprik moet zeker niet verplicht zijn? Het is toch wel het grootste deel die dat zegt. Nou, in Nederland kan ik jullie vertellen, is het meedoen aan de hielprik, dat is niet verplicht. Maar bijna alle ouders doen er wel aan mee. Dus in die zin zou hier verplichting niet heel veel uitmaken. En er wordt dus, bij de hielprik wordt er gekeken op dit moment naar 17 ziekten, maar het is mogelijk door ontwikkelingen in genetische technologie dat je niet naar 17 ziekten kijkt, maar dat je het hele DNA van de baby in kaart brengt. Dus het hele erfelijk materiaal. En daarmee zou je dus alles kunnen zien. En feitelijk is deze technologie nu al aanwezig. Het kan nu al. Het wordt zelfs al toegepast bij volwassenen in ziekenhuizen. Bijvoorbeeld bij patiënten met kanker. En er is nu een studie in de Verenigde Staten. En die studie heet BabySeq. Dat komt van baby sequencen. En sequencen is het in kaart brengen van het DNA, van het erfelijk materiaal. En je kunt feitelijk die BabySeq en dus ook die nieuwe genetische testen, dan kan je het best vergelijken aan de hand van een visser. De vroegere genetische testen, en ik zeg vroeger, maar het is eigenlijk pas een paar jaar geleden. Het gaat heel hard met deze technieken. Maar de vroege genetische testen, dat is als een visser die eigenlijk met een hengeltje 1 visje uit de zee haalde. En dat ene visje is dan 1 mutatie of 1 foutje in het DNA. En die nieuwe generatie genetische testen, daarbij ga je met een sleepnet ga je door de zee heen. En daarin vind je de kans dat je waarschijnlijk je visje vindt, is vele malen groter. Maar je vindt ook allemaal andere dingen. Je vindt andere visjes, dus andere mutaties. Er zit koraal zit erbij. Tegenwoordig zit er natuurlijk ook veel plastic en troep zit er nog bij. Zand. Dus je vindt ook allemaal dingen waar je niet naar op zoek was. En we noemen dat bijvangst. En je kunt je dus voorstellen dat als je bij baby's in een vroeg stadium al het hele DNA in kaart brengt, dat je ontzettend veel informatie gaat vinden. Wie vindt het hier een goed idee om al in de hielprik het hele DNA van baby's in kaart te brengen? Wie vindt dat wel een goed idee? Nou, 7, 8 handen zie ik al in de lucht. En vinden jullie dan, als je dat zou doen, mogen ouders dan zelf beslissen? Of ze alle informatie horen? Mogen ouders dat zelf beslissen? Wie zegt van wel? Nou, een groot aantal mensen. Interessant genoeg zeggen meer mensen dat ouders het zelf mogen beslissen dan dat het überhaupt gedaan mag worden. Ja. Stel nou, je komt met je kind, kom je in een van de academische kinderziekenhuizen in Nederland. Bijvoorbeeld omdat je kind ziek is en er is nog geen diagnose gesteld of er blijkt sprake te zijn van een ontwikkelingsachterstand. Diezelfde nieuwe genetische testen waar ik het net over had, die kunnen dan ook aangeboden worden. En dat gebeurt ook steeds vaker. Bijvoorbeeld ook in het ziekenhuis waar ik werk, het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Daar worden deze testen bij bepaalde kinderen ook aangeboden. Wie vindt hier ook dat ouders zelf mogen besluiten wat ze wel en niet over hun kind willen horen? Wie vindt dat ouders dat moeten mogen? Nog meer mensen vinden dat dat moet. Oké, dat wordt een flinke kluif om jullie te overtuigen. Jarenlang waren kinderartsen en genetici het eens over het genetisch testen van kinderen.
Wat mag wel, wat mag niet. En met kinderen bedoel ik dan van pasgeboren baby tot een aantal jaren verder, totdat iemand volwassen wordt. Nou, dat, wanneer iemand volwassen wordt, hè, daar zijn verschillende leeftijden voor. Maar de afspraak internationaal was als volgt. Men zei dat kinderen altijd getest moeten worden voor ziekten die behandelbaar zijn. Hè, dus als er een behandeling is, op korte termijn, dan moet je altijd testen. Denk bijvoorbeeld aan ernstige stofwisselingsziekten. En daarnaast werd er gezegd dat kinderen nooit getest mogen worden voor ziekten die pas later in het leven optreden. Kun je denken bijvoorbeeld aan een Alzheimer, dus vroege dementie, of bijvoorbeeld Huntington, heel een ernstige neurologische aandoening. Daar mag nooit voor getest worden. En dit beleid dat stoelde op twee ethische principes. Het eerste principe was het belang van het kind. En dat is een heel bekend ethisch principe. Het is eigenlijk het hele fundament van de kindergeneeskunde. En ook heel belangrijk in de voortplantingsgeneeskunde. Maar dat tweede beleid, namelijk dat kinderen nooit getest moeten worden voor ziekten die niet behandelbaar zijn, dat stoelt op een ander ethisch principe. En dat is het principe van het recht op een open toekomst. Ik wist niet of jullie dat weten, maar jullie hebben ook een recht op een open toekomst gehad. Ik zal eens uitleggen wat dat is. En dat kan ik het beste uitleggen aan de hand van een rechtszaak tegen deze groep mensen die je hier ziet. Inderdaad, dat zijn de Amish. En de Amish is een eenvoudige, religieuze, streng religieuze boerengemeenschap in bepaalde delen van de Verenigde Staten. En ik zeg eenvoudig, maar dat betekent dat zijn ze in de zin van, ze hebben eigenlijk de moderne technologie van de moderne maatschappij, dat wijzen ze af. Dus ze vervoeren zich nog met paard en wagen. En ze hebben geen tv, geen internet, zo min mogelijk technologie. En ze zijn zoveel mogelijk autarkisch. Hetgeen wil zeggen dat ze zoveel mogelijk gewoon hun eigen groenten telen. En zo min mogelijk afhankelijk zijn van de wereld daarbuiten. En mede om die reden, omdat ze dus zoveel mogelijk de buitenwereld een beetje op afstand wilden houden, zeggen de Amish vanaf de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw, wij willen eigenlijk dat onze kinderen vanaf een bepaalde leeftijd niet meer naar publieke scholen gaan. Want op die publieke scholen, in de stad, daar komen ze in aanraking met seculiere denkbeelden, met moderne technologie en eigenlijk met allemaal dingen die de Amish verwerpen. Dus werd er gezegd, vanaf een jaartje of 14, dan gaan ze niet meer naar de publieke school, maar dan geven we ze zelf onderwijs. Ja, je kan voorstellen, er zijn allerlei leerplichtwetten die bepalen dat je tot je 16e naar school moet. En zo ontstonden er allemaal rechtszaken over die leerplicht. En de discussie was dus eigenlijk, mogen de Amish, maar dat geldt natuurlijk ook voor andere religieuze gemeenschappen, mogen zij zelf onderwijs geven vanaf 14? Of moet iedereen, alle kinderen, tot hun 16e gewoon naar de openbare school? En dat leidde uiteindelijk in 1972 tot een grote rechtszaak die belandde bij het Hooggerechtshof. En die rechtszaak wordt genoemd Wisconsin, de staat van Wisconsin, versus Yoder. En Yoder was de woordvoerder van de Amish. En er waren twee filosofen die een commentaar schreven op die rechtszaak. En ik kan jullie meteen verklappen dat de hoogrechter van de VS, die stelde de Amish in het gelijk. Die zei dat uiteindelijk hier de godsdienstvrijheid en de vrijheid van onderwijs zwaarder woog. En er waren twee filosofen die heel kritisch waren op de uitspraak van die rechter. En die eerste filosoof was Joel Feinberg. En Feinberg zei, er is een speciale categorie rechten en dat noemde hij rights in trust. Je kunt dat vertalen als bijvoorbeeld bewaarrechten. En dat zijn rechten die mensen nu zelf nog niet kunnen uitoefenen. Maar er komt een punt dat je ze wel kunt uitoefenen. En als dat het geval is, dan moet je die bewaren, beschermen, totdat in dit geval een kind in staat is om de rechten uit te oefenen. En dat recht op een open toekomst is zo'n speciale right in trust. En wat hij daarmee zei, is dat als kinderen vanaf hun 14e alleen nog maar onderwijs hebben bij de Amish en alleen nog maar blootgesteld worden aan Amish-denkbeelden, dan kunnen ze daarna nooit meer advocaat of dokter, of schilder, of muzikant, of iets heel anders worden. En op die manier wordt hun open toekomst een stuk smaller natuurlijk. Want ze kunnen eigenlijk alleen nog maar iets in de religieuze gemeenschap worden. Wat natuurlijk precies de bedoeling was van de Amish. Maar dat is precies waar Feinberg kritiek op had. En daarmee kwam hij dus op dat recht op een open toekomst. En je kunt dus voorstellen dat Feinberg het heel erg oneens was met de uitspraak van het Hooggerechtshof. En uiteindelijk, iets van 15 jaar later, is dit beleid vertaald naar de genetica. Dus het heeft een heel andere achtergrond. Het is vertaald naar de genetica. En hier is gezegd, je moet nooit kinderen testen op aandoeningen die ze pas later in het leven gaan krijgen. En laat ze gewoon zelf, als ze 16 zijn of 18, laat ze zelf beslissen, wil ik dit wel of niet weten? Want als je dit te vroeg weet, dan wordt daarmee je toekomst ingeperkt. Omdat je weet
dat het leven misschien beperkt is, dat je toekomst kleiner is. Ouders gaan zich waarschijnlijk ook anders gedragen als ze dit eenmaal weten. Dus vanuit deze manier, wat ik zelf heel leuk vind, is dat dus een discussie uit een heel andere hoek, namelijk over vrijheid van godsdienst, vrijheid van onderwijs, uiteindelijk echt het kernprincipe in de genetica geworden is. Een voorbeeld hoe ouders en ook artsen het recht op een open toekomst van een kind zouden kunnen schenden. Een ander voorbeeld uit de medische wetenschap is bijvoorbeeld bij intersekskinderen. En dat zijn kinderen die geboren worden zonder een duidelijk geslacht. Het is dus niet helemaal duidelijk, is het nou een jongetje of een meisje? En een recent voorbeeld is bijvoorbeeld Jim Bruce. En Jim Bruce is iemand die geboren werd zonder duidelijk geslacht. Dus bij de geboorte was het eigenlijk niet duidelijk, is dit een jongetje of een meisje? En zijn penis was onderontwikkeld en dus besloot het medisch team om er een meisje van te maken. Dus vanaf een bepaalde leeftijd kreeg Jim hormonen, vrouwelijke hormonen. Maar op een bepaald punt voelde Jim toch dat hij een man is. En inmiddels is hij weer in transitie naar een man gegaan. Maar feitelijk zou je hier kunnen zeggen dat als je dat principe van een recht op een open toekomst volgt, dan moeten bij intersekskinderen, als het nog niet duidelijk is, wordt het nou een man of een vrouw, moet het medisch team net zo lang wachten tot uit het gedrag van het kind zelf wel duidelijk wordt wat het eigenlijk is. Of tot het kind zelf kan uitspreken wat de voorkeur is, wat een kind zich voelt. Dus het recht op een open toekomst kan ook in andere domeinen in de zorg kan het behulpbaar zijn. Nog even terug naar de rechtszaak tegen de Amish, want er was dus een tweede filosoof die commentaar had geschreven. Die filosoof heet William Ruddock. En Ruddock, die was ook wel kritisch op de uitspraak, maar die kwam eigenlijk net tot een andere afweging. Want wat hij zei, er zijn eigenlijk helemaal geen goede criteria om kind en ouders van elkaar te onderscheiden. Kind, ouders, familie, die zijn veel meer met elkaar verweven dan Feinberg, die toch iets meer individualistisch op de rechten van kinderen gefocust is. En Ruddock zei, ouders hebben inderdaad al de autoriteit om ontzettend veel te bepalen. En dat moet je ze ook geven. En misschien is dat ook wel goed, zei Ruddock. Want denk dan bijvoorbeeld aan, ouders nemen wel vaker beslissingen die het kind op dat moment niet zo leuk vindt. Maar misschien later wel. Jullie hebben misschien zelf wel gedwongen op pianoles gezeten. Of op muziekles. En dan vond je het verschrikkelijk dat je daarheen moest als klein kind. Maar inmiddels misschien, ben je misschien best wel blij dat je door je ouders gedwongen bent om het te leren. Omdat je tenminste wat akkoorden kunt spelen. Dus Ruddock zei, laat ouders beslissen. Want die nemen vaak ook best goede beslissingen voor hun kind. Je kunt je voorstellen dat als je deze filosoof volgt, dat je tot een andere afweging komt met betrekking tot het genetisch testen van kinderen. En je ziet dus dat deze twee filosofen uiteindelijk verschillende visies hebben op familie en hoe ouders en kinderen zich tot elkaar verhouden. En dat je daarmee dus ook tot een andere afweging kunt komen met betrekking tot bijvoorbeeld genetica. En het beleid van Feinberg en dat recht op een open toekomst, dat heeft de afgelopen 20 jaar, heeft dat het beleid in de genetica bepaald. Als we nu meer zouden verschuiven naar die visie van Ruddock, dan zou het best kunnen dat inderdaad ouders veel meer zeggenschap krijgen. En misschien ook zouden kunnen zeggen, als je dus in dat kinderziekenhuis bent, geef maar mee dat hele DNA van het kind. Ik wil het eigenlijk allemaal wel weten. Of in die huwprik, dat je zegt, nou, geef mij die informatie maar, al na een paar dagen na de geboorte. Wie is er voor de visie dat het kind het zelf op latere leeftijd mag bepalen? Dus die eerste visie van Feinberg. Nou, toch het overgrote deel. En wie is er voor die tweede visie, om ouders meer zeggenschap te geven? Ook nogal een paar. Nou, wat mij betreft gaan we dit absoluut niet verschuiven. En blijven we dus echt bij die eerste visie. En bij het beleid van Feinberg. Waarom? Nou, de techniek is veranderd. Die genetische technieken die zijn weliswaar ontwikkeld en veranderd. Maar de potentiële negatieve impact van het weten dat je drager bent van een mutatie, dat is natuurlijk helemaal niet veranderd. Dus techniek verandert, maar de impact absoluut niet. En er is natuurlijk geen empirisch bewijs of dat schadelijk is om dat te weten van jongs af aan. We hebben het nooit gedaan, dus we kunnen het ook niet opzetten. En als we dat in klinische test zouden doen, dan zouden we dat waarschijnlijk onethisch vinden. Maar het feit dat de helft van de mensen die uit Huntington-families komt, dat die besluit om zich niet genetisch te laten testen, geeft aan dat mensen echt verschillend denken over wil ik het wel of niet weten. En hetzelfde geldt voor mensen uit borstkankerfamilies. Daar laat ongeveer 60% van de vrouwen zich wel testen. En dus ongeveer 35 à 40% doet dat niet. Nou, wat geeft dat aan? Dat geeft aan dat ieder mens daarin uniek is en dat autonomie dus belangrijk is. Want we denken allemaal anders over wil ik dit weten of wil ik het niet weten. Maar mogen ouders alle erfelijke eigenschappen van hun kind weten? Nee, want elk kind heeft dus recht op een open toekomst. En dat betekent dus wel testen op behandelbare ziekten, waar je direct wat kunt doen. En niet testen op alle aandoeningen die pas later in het leven optreden. Of waar je zelf als volwassene
over kunt beslissen. Maar stel nou dat je er zelf achter komt dat je drager bent van een erfelijke aandoening. Moet jij dat dan aan de familie vertellen? Of is dat de taak van de arts? Daarover gaat het volgende college.